40 love. Hoe is het met je? Ja, helemaal goed. Een tijdje wat anders gedaan, maar ik voel me goed en veel in het zakenleven gezeten. En nu, nu weer eventjes bij de classics. Hè. We hebben je gemist in tennis. Ja, ik was er even een beetje klaar mee. En een goede kans om zakelijk wat te doen. Dat was een keuze die ik expres maakte. En is een goede geweest, maar nu toch weer even terug. Jij hebt het tennis niet gemist, hoe kwam dat? Nou, ik heb het tennis wel op zich wel af en toe gemist, maar ik had natuurlijk ook heel veel blessures en soms is het ook wel goed om even wat anders te doen en eruit te stappen en dan weer verder te gaan. Dus gemist heb ik het wel, maar er is inderdaad een ander leven na tennis. Ja. Hoe is het met je tennis? Ik zou het niet weten, ik heb net ingespeeld eventjes met Jesse en hij was wel tevreden geloof ik. Maar het is natuurlijk niet veel meer met de schouder. Maar volgens mij als ik goed voor de bal sta, dan raak ik hem nog wel. Maar ja, dat goed voor de bal staan, dat is een probleem. Het is voor het eerst sinds jaren dat je weer voor een groot podium speelt. Ja. Ben je zenuwachtig? Nou, niet zenuwachtig. Het is meer zo dat je het is een demodubbel. En het is ook een beetje om iedereen die weer terug is. Leuk om John weer te zien, leuk om Seng weer te zien. En het is meer ook gewoon dat het leuk is om er weer te zijn. Dus ik doe niet mee met het hele toernooi. Het is een demonstratiedubbel. Heb je nog plannen om in de toekomst iets te doen in tennis? Nou, weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat ik wel weer verder wil. Ik geef nu al wat lessen. En wie weet ga ik ook weer een beetje trainen. Vind ik het ook wel leuk om misschien ook een beetje in die tour mee te doen. Ik weet het nog niet. Zie je Martin Verkerk als een toekomstig traveling coach? Dat zou ook kunnen. Ik heb wel een aantal ideeën van mensen die ik zou kunnen helpen. Ik sluit het niet uit. Niet fulltime, maar een paar weken per jaar. Dat zou kunnen. Noem eens iemand. Nee, ik hoef niet iemand per se. Je zou kunnen helpen? Ik kan iedereen helpen. Dat heeft te maken met een stukje ervaring die je hebt. Je hebt op het hoogste podium gespeeld. Je weet hoe je met spanningen omgaat. De kleine dingen weet je. Dus iedereen kan ik helpen. Niet specifiek iemand. Dames ook? Dames, ja, dames ook. Het zal wel moeilijk worden, lieve heren.